Welkom allemaal namens de kerkraad in deze dienst van Vrijzinnig Delft. In het bijzonder aan hen die hier voor het eerst zijn. Voorganger is onze bekende dominee Tina Geels. En aan het piano Martin Christel Lely. En zangboor Tom Severijn. De collecte, de eerste collecte is voor ISOFA. Het Interkerkelijk Sociaal Fonds Delft. En de tweede collecte is voor de eigen gemeente. Activiteiten zijn maandag 11 januari meditatie om 8 uur in de Oud-Katholieke Kerk. En dinsdag 12 januari meditatie via Zoom. En het begint rond 4 uur en dan krijgen we een link van Martijn. De bloemen gaan deze week naar Gerdien Tervé. Oostingel 201. En is er iemand die ze weg wil brengen? Mooi zo, dankjewel Maria. Dan steek ik nu de kaaskaart aan. Aan jullie hier naartoe gekomen en vooral ook de mensen die thuis meemaken hoe we hier de viering met elkaar vorm en gestalte geven. Ik had jullie graag hier allemaal gezien, maar we hebben onze beperkingen en wellicht bij een volgende gelegenheid kunnen we elkaar ook echt weer in de ogen kijken. Het thema voor deze viering is op de liturgie aangegeven met een stijlvol winterplaatje. Hoe word ik weer heel? Actueel natuurlijk ook in deze periode waarin het voor heel veel mensen moeilijk is.
En toch willen we ook aan het begin van deze viering uitspreken dat we hier bij elkaar zijn, in de herinnering aan het eeuwig licht, aangeroepen onder veel verschillende namen. Mogen dit licht ons hart openen voor een geest van liefde en mededogen, ook in deze viering. Laten we ons inkeren. Verborgen God, licht in ons, wat steeds opnieuw geboren wil worden. Open ons, wacht op ons en neem ons mee vanuit die diepe bron naar het oude verhaal. En naar het verhaal van ons eigen leven, waarin we steeds opnieuw zoeken naar houvast, naar troost, naar moed, naar vertrouwen. Verbind ons aan elkaar, dichtbij hier in onze gemeenschap. Ook al zijn we niet lijfelijk met elkaar verbonden. Verbind ons aan de mensen hier in de stad. Mensen met pijn en moeite, met vreugde en verdriet. Verbind ons wereldwijd. Dat wij samen mogen optrekken. In verantwoordelijkheid naar elkaar toe, bewust van onze taak, gedragen door de adem van uw geest van liefde. Amen. Rest nu, mijn ziel, laat ze maar roepen, dringen om ruimte die God toebehoort. Smart kent haar klacht, vreugde haar zingen, chaos vrachten haar schuld.
Zo aan het begin van dit nieuwe jaar hebben we een lezing vanuit het begin van de Bijbel. Een gedeelte uit het tweede scheppingsverhaal. En God dacht: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels. En hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren. Maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet God de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. Hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God een vrouw en hij bracht haar bij de mens. En toen riep de mens uit: eindelijk een gelijke aan mij. Mijn eigen been, mijn eigen vlees, en zij zal heten vrouw, uit een man gebouwd, uit een mens gebouwd. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Van Hein Stufkens, gedacht bij Psalm 31. En hij heeft daarboven gezet in zijn dichtbundel Thuiskomen. Ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij.
Nog maar heel kort geleden was ik voor een paar dagen terug op mijn moedergrond in Zeeland. Het was avond en stil toen ik terugfietste naar het zomerhuisje in de duinen wat ik samen met mijn zus daar had gehuurd. Ineens was er vlak voor mij een groep reeën rustig aan de wandel midden op de weg. Statig en zelfbewust verdwenen ze geduldig weer in de struiken. Ik stopte en luisterde goed. Ik voelde mij te gast in een verloren verhaal. Er kwam een auto aan. Ik maande hem zachtjes te rijden en hij stopte, want hij was toch bijna thuis. We hadden een korte babbel en ik uitte mijn verbazing over het hoge bezoek daar zomaar op de weg. Ja, antwoordde hij, zo hoort het ook eigenlijk. En we wensten elkaar nog een fijne avond. Hij had ook kunnen zeggen, ach, er zijn er veel te veel van die beesten. Maar dat zei hij niet. Zijn paar woorden kwamen bij mij binnen. Zo hoort het ook eigenlijk. De volgende morgen zag ik de schapen op de dijk, stil in een druilerige regen. Ook het gras stond daar te wachten. Ja, zo hoort het eigenlijk te zijn. En mijn blik dwaalde naar de lege witte woonhuisjes. Na de feestdagen is ieder daar ook weer terug naar huis gegaan. Weer aan het werk. Voor zover dat gaat, tussen hoop en vrees. Zijn zij dan ook op zoek naar zo'n moment dat alles even klopt? Of zijn we dat gevoel vergeten, nog minder dan een herinnering? Voor veel mensen is er geen verbinding meer met iets dat groter is dan henzelf, overgeleverd aan steeds weer nieuwe cijfers en tabellen op de televisie. En om ons heen, heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Hoe kom ik erdoor? Ook deze prachtige wintermorgen in Bunnik zat mijn auto onder de IJssel. Deze morgen is er ook een zeker verlangen en hoop dat het toch nog goed zal komen. Er blijft iets waar we naar uit willen kijken. Naar iets wat je eigenlijk niet kunt zeggen. Iets van thuiskomen bij dat ene geheim wat ons allemaal verbindt, voorbij aan eigen religie en levensovertuiging. Ik moet denken aan een bekend woord van de monnik-trappist Thomas Merton. Hij zegt ergens, het leven is niet een probleem dat opgelost moet worden, maar een geheim dat geleefd wil zijn. We lezen het terug bij het begin van dat oude verhaal bij Genesis. Mooi en super gaaf ligt daar de tuin, de Hof van Eden genoemd, met een waas van geluk en van licht. De geest van het grote geheim, laten we zeggen van God, zoekt en opent het leven met haar adem bij de mens en dan bij de dieren en de vogels, de planten in de levenstuin. Zij krijgen als eerste een naam en daarna krijgt de mens een partner. Eindelijk een gelijke aan mij, roept hij uit. Eindelijk zijn we een geheel, mannelijk en vrouwelijk, zo staat het er oorspronkelijk. Mannelijk en vrouwelijk,
Zij horen bij elkaar. Ingeweven in elkaar. In ieder mens, in jou en in mij, steeds weer op een unieke manier en ook weer verschillend. Zo is het scheppingsverhaal eigenlijk een samenvatting van wat leven wil zijn. Als pulserende energie, de oeradem die ons steeds opnieuw weer leven geeft. Zoals ook ons lichaam zich steeds fysiek vernieuwt in een voortdurend proces. En eigenlijk is dat het kompas zo heel dichtbij. De Amerikaanse theologe Catherine Keller sprak hier een paar jaar geleden over bij de vrijzinnige lezing die toen in Utrecht werd gehouden. En zij wordt vaak genoemd als we het hebben over groene theologie. Zij is een fraaie en heel bewegelijke vrouw, maar zo krachtig in wat zij zegt en in wie zij is. Ik vond haar inspirerend en herkende ook wat zij deelde. Eigenlijk, zegt zij ook, zijn wij zelf ingevouwen in dit proces van scheppen, van baren en geboren worden, van thuiskomen. Ook in ons eigen, vaak kleine, dagelijks leven gaat dat steeds maar door. En je kunt daar zelf ook iets van gaan ervaren. Noem het jouw binnenkant van gedachten, van gevoelens. De plek van vertrouwen, maar ook de plek van twijfel. En onder al deze emoties is daar een soort van lege ruimte waar het stil wordt. Waar je thuis komt. Waar dat verlangen tot rust komt. In een soort van nieuw ontwaken met het besef hoe mooi gewoon het leven eigenlijk is. Ook aan het begin van dit nieuwe jaar. Ondanks alles. En hoe gewoon we zelf zijn in onze kracht en kwetsbaarheid. Is dit dan waar we naar op zoek zijn? Is de zoeksleutel voor geluk misschien het nieuwe gewoon, ondanks, of mag je zeggen, dankzij corona? Of mag je dat juist helemaal niet zeggen? Is dit de les die we nu aan het leren zijn? Het nieuwe gewoon waar je thuis mag komen. Op adem. Gewoon thuis bij jouw eigen leven met alles wat daarbij hoort. En wat daar juist nu aan ontbreekt. Hoe meer innerlijkheid, hoe meer we kunnen hebben van elkaar. Je zit er niet meer meteen bovenop bij de ander, in het verkeer en bij een gesprek. Ruimte om op adem te komen, ruimte om in een nieuwe schepping thuis te komen, gewoon omdat het leven het verdient om gewoon te zijn. Juist nu angst en onzekerheid ons onder de huid gaat zitten. Ruimte ook voor nieuwe impulsen, want er is ook heel veel fijne energie om ons heen. Een soort van nieuwe open mind in het besef dat alles anders zal gaan worden. Niets keert terug naar het gewone van toen, van voor die bekende tijd waar we met elkaar in zijn terechtgekomen. Minder van alles maakt ruimte voor meer. Ook voor ons verlangen naar soberheid en eenvoud. Een verlangen naar thuiskomen bij het geheim van het leven. Een verlangen naar thuiskomen bij God. Oud
en nieuw is dit diepe verlangen van de ziel. In dat licht is de Bijbel niet alleen een gids voor ons persoonlijk leven, maar ook een kompas voor een nieuwe gedeelde toekomst. Wil je wonen in dit oude verhaal, dan zijn er voortdurend kansen tot inkeer. De ontmoeting kort geleden waar ik mee begon is er één van. De reeën, statig en stil, namen mij mee in hun verhaal. Ook zij lieten iets zien van het grote geheim, zoals ook het gras rustig op de dijk stond te wachten in de wind. Geloven als verlangen naar genezing en heel worden gaat altijd binnendoor naast alle inspanningen die momenteel wereldwijd geleverd worden. Je kunt jezelf niet overslaan. Geloven begint bij jou. En geloven begint tegelijk bij de ander. De ander die jou uitnodigt om de lens van jouw leven te draaien. Niet jij langer als centrum, maar jij in verbinding met de ander. Zo zijn wij deel van elkaar, deel van de natuur, deel van het licht, maar ook deel van de duisternis. In het vertrouwen dat het licht het donker niet heeft tegen kunnen houden. Juist het scheppingsverhaal van het begin, niet als oerverhaal van ooit lang geleden, maar als bronverhaal voor wat leven wil zijn, geeft vertrouwen in het licht. Dat is bedoeld met de geboorte van de nieuwe mens, steeds weer in jou en in mij. God in jou en in mij. Ingevouwen in de plooien van haar liefde ben ik stil geworden. Heb ik mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van haar moeder. Als een kind is mijn ziel in mij.
am Fenster sitzend und schon im Genesen, kehrt in mich wieder alles das zurück. Und ich kann lesen, oh, darf wieder lesen, ich lese jeden Satz, oh, welch ein Leseglück. So war es damals, als ich las, da spürte ich, dass Lesen dich genas. Fenster sitzend und schon im Genesen. Am Fenster sitzend und schon im Genesen, kehrt in mich wieder alles das zurück. Und ich kann lesen, oh, darf wieder lesen, ich lese jeden Satz, oh, welch ein Laten we met elkaar voorbeden doen. En laten we ons inkeren. Verborgen God, soms ervaren wij het licht in ons en om ons heen, in de ogen van de ander. Open gegaan naar het licht, warmte en liefde om ons heen. Uit uw verborgenheid aan het licht gekomen. Wij danken u voor deze impuls steeds weer. Voor het licht in het ogen van de ander. Wij danken u voor het vertrouwen wat naar ons toekomt vanuit de ander.
voor de hoop. Voorbij aan angst en vrees. Onze gedachten gaan uit naar al die mensen met wie we verbonden zijn, zo ver weg, door dat ene signaal waarmee we ons moeten beschermen. Nog steeds en voor hoe lang? Verbind ons aan elkaar in de kracht van de hoop. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de mensen die de moed hebben opgegeven, verloren en alleen. Thuis, op de bank. Dat er een opening mag komen naar nieuwe verbinding. Ondanks alle beperkingen. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar elkaar. In deze geloofsgemeenschap. Op afstand. En toch zo dichtbij. Dat wij niet uit elkaar vallen. Dat wij niet uit elkaars liefde vallen, maar elkaar blijven vasthouden, ondanks alles. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar onszelf. Draag ons door de diepte heen en verbind ons steeds opnieuw aan het grote licht, wat er was, wat er is en wat er zijn zal. Geef moed en kracht door de liefde van uw geest, de levensadem die alles vernieuwt. Ondanks alles. In stilte komen wij tot u met ons persoonlijk gebed. Sluiten wij onze gebeden af. Moeder, eeuwige geest, maker van het leven. Drager van pijn, gever van het leven. Bron van al wat is en zal zijn. Vader en moeder van ons allen. Liefhebbende God die in de hemel is. Mogen de heiliging van uw naam weer klinken door het heelal. Mogen de weg van uw gerechtigheid bewandeld worden door de volken van deze aarde. Uw hemelse wil worden gedaan door alle geschapen wezens. Uw rijk van vrede en vrijheid voeden onze hoop en komen op aarde. Voed ons met het brood dat we deze dag nodig hebben. En vergeef ons de pijn die wij elkaar aandoen. Sterk ons in tijden van verzoeking en beproeving. Hoed ons voor de zorgen die wij niet kunnen dragen. En bevrijd ons van de greep van alle kwaad. Want u regeert in de heerlijkheid van de macht van de liefde, nu en in eeuwigheid. Amen.
Ook thuis kunt u zien op de liturgie dat de collecte die we anders nu in de dienst zouden houden, op een andere manier aandacht krijgt. Het project ISOVA steunt inwoners van Delft die in financiële nood verkeren met een gift of lening, hetzij met begeleiding tijdens de financiële problemen. En het nummer wat meegegeven is, daar kunt u een gift naar overmaken. Wij zijn dan nu aan het einde gekomen van deze viering in de Lutherse kerk. Dank voor de begeleiding. Dank je, Ton, voor het zingen. Dank ieder die deze viering mogelijk heeft gemaakt. En wij sluiten af met het prachtige lied, kwetsbaar en sterk, niet als een vloed. Taak in de wereld, gedragen door de zegen van de ene. God zal met je gaan als licht in je ogen, een lamp voor je voet, als hand op je hoofd en arm om je schouder, als een baken in zee en verte die wenkt, als groet op je lippen en hoop in je hart. Mogen zo de ene in je rusten, grootmoedig en zacht, en mogen haar aanschijn over je lichten, bij dag en bij nacht, voor nu en altijd. Amen.